De Hindoestaanse immigranten die naar Suriname zijn gekomen als contractarbeiders, hebben na hun contractperiode de mogelijkheid gekregen om een nieuw leven in Suriname te beginnen. Dit zegt historicus Maurits Hassenkaan in het kader van 148 jaar Hindoestaanse immigratie. Onder de voorwaarden die hen geboden werden om in het land te blijven, hebben zij zich uit de armoedige positie kunnen opwerken. Na de contracttijd. Na hun contracttijd, als ze besloten hier te blijven, dan konden ze tegen aantrekkelijke voorwaarden een stukje grond krijgen. Andere dingen, dat dacht men toen niet aan. Waren landbouwers. Krijgen ze een stukje grond, ze kopen of ze krijgen van de overheid tegen gunstige voorwaarden, gaan ze landbouw uitoefenen en die landbouwproducten leveren ze aan de stad, zelf brengen of aan tussenhandelaren verkopen, naar Poelenpaantje of naar de grote markt. En daarvan leven ze, bouwen ze hun leven op. En geleidelijk aan gaan ze vooruit. Overigens, tijdens een contract, ik weet al, had je ook handel op de plantages. Mensen die vinden het waren, die gaan inspelen op de behoeften. Er waren ook winkeliers die speciaal handel dreven. En zo zijn er mensen die dan in andere beroepen gaan in de handel. Men, een beroep dat rond 1900 of 1910, 1920 zwaar in opkomst was, waren vervoerders. Maar geen autorijders. Mensen die een kar hadden. Toen was de vervoermiddel een kar. Burkiwagi. Hassenkaan haalt aan dat de Hindoestanen na hun contracttijd zijn begonnen om op grote schaal rijst te verbouwen. Vooral na de Tweede Wereldoorlog zijn ze zich beter gaan ontwikkelen. Ze bekleden belangrijke positie in de maatschappij en leverden hun bijdrage in de politiek. Ik moet direct erbij zeggen, zij hebben niet rijst in Suriname geïntroduceerd. Rijst was er al in de slaventijd. Alleen hebben de Hindoestanen andere soorten rijst gebracht. En die zij op grote schaal gingen verbouwen, zodanig dat Suriname geen rijst meer hoefde te importeren. Integendeel, we begonnen vanaf de Eerste Wereldoorlog rijst te exporteren. En dat is heel belangrijk. En rijst is tegenwoordig ons volksvoedsel geworden. En ik moet zeggen dat de Hindoestanen volwaardige burgers zijn. Net als alle andere groepen die in Suriname naar elkaar zijn gekomen. Vandaar dat wij zeggen, van waar wij ook hier zijn samengekomen, wij zijn Surinamers. En dit is ons geboortegrond, dit is ons vaderland. Sommige mensen zeggen, India is ons moederland, dit is ons vaderland. Hier zijn we geboren, Jaffa Mikumba. Dus dit is mijn vaderland. Maar mensen hebben uiteraard ook hun roots in India. En dat recht heeft men. Historicus Maurits Hassenkaan. Hij is ingenomen met de manier waarop de verschillende bevolkingsgroepen in Suriname met elkaar omgaan. Hierdoor vormen we een geweldig voorbeeld voor veel landen in de wereld.